Ja, ik zit vandaag bij Marino Pusic, de beste coach van de derde periode. Dankjewel. Ja, en 3 prijzen bij FC Twente. Laten we beginnen met uw eigen prijs. Is die verdiend? Nou ja, als je uiteindelijk wordt uitgeroepen door je collega's en de aanvoerders van andere teams, vind ik het een grote eer en dan is dat ook verdiend. En daar ben ik ook dankbaar voor. Maar wat ik ook gezegd heb, ik ben niet iemand die gericht is op persoonlijke prijzen. Omdat ik vind dat het altijd een onderdeel is van een teamprestatie. En uiteindelijk doen wij die als team zijnde. En mijn prijs valt daarin binnen de teamprestatie. Ja. En uiteraard is het een grote eer en daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, 15 keer op rij ongeslagen. Helaas, tegen RKC ging het nu eventjes mis. Ja. Maar het duurde 22 speelronden voordat jullie de eerste plek te pakken kregen. Ja. Was het weer wennen aan de Keuken Kampioen Divisie? Nou, dat had met een aantal aspecten te maken. Ten eerste moet je terug naar de zomer, toen wij hier begonnen. Nagenoeg failliet, club, voorbestaan in gevaar, etc. 12 selectiespelers, wekenlang, alles echt op het laatste moment samengesteld en bij elkaar gekomen. We zaten toen geloof ik nog in de 5e, 6e wedstrijd van de competitie zelfs, toen we dan echt werkelijk compleet waren. We hebben eigenlijk een normale teamontwikkelingproces meegemaakt. Geen makkelijk proces voor een coach, denk ik, als je dat nee, zeker niet. Maar ergens vanuit die vertrekpunt een logische vervolgstappen gemaakt. En zowel een groepsdynamisch proces als teamtechnisch ontwikkelingsproces van een groep. En dat heeft tijd nodig. Dat betekent wel dat je een winnende team smeet je niet binnen een paar weken. Zeker als het een nieuwe complete selectie is. Dat heeft tijd nodig en stapsgewijs zijn we naartoe gegroeid. En uiteindelijk zijn we zeer stabiel gebleven. En vanuit die stabiliteit hebben we heel veel wedstrijden ook gewonnen. En uiteindelijk, vanuit die stabiliteit, kon ook bepaalde individuele kwaliteit van bepaalde spelers ook meer tot uiting komen. En die hebben we. En daar maken we ook goed gebruik van met z'n allen. En daarom staan we daar waar we nu staan. Ja, een van die spelers is Aitor. En die is beste speler van de derde periode geworden. Nou ja, die jongen heeft het verdiend, want die presteert. Hè? Zo simpel ligt het. Die is ook belangrijk voor de ploeg. Maar vergeet niet dat Aitor niet alleen maar een jongen is die goals maakt of assist geeft. Het is ook een jongen die in een teamtactische afspraak ontzettend veel arbeid verricht. En daarin zeer gedreven en gedisciplineerd is. Dus het is echt een complete prestatie die hij geleverd heeft voor de ploeg. Ja, en uw talenknobbel komt er goed voor pas, denk ik, hè? Met al die verschillende nationaliteiten. Jawel, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook vaak op individuele basis toepas. En groepsbasis doen we het allemaal in Engels. Iedereen is Engels machtig, of voldoende machtig, zeg maar. En dat gaat gewoon prima. En ja, er is dagelijks contact, zeg maar. En dagelijks contact is altijd goed. En daarin kan iedereen zijn ei kwijt. En in een gezamenlijkheid proberen we iets te bewerkstelligen. Ja, dan nog even de keeper, Joël Drommel. Werd in de Eredivisie nog wel eens bekritiseerd. Maar hij is nog hartstikke jong en hij heeft nu de titel van beste keeper van de derde periode. Nou, hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Ook zijn weg naar die titel is niet eenvoudig geweest, maar altijd doorgezet, altijd keihard gewerkt. En heeft vanaf dag 1 dit seizoen bepaalde vastberadenheid uitgestraald om op plek 1 te zijn en ook te presteren. En dat zie je ook terug in zijn spel. Tot slot, was de druk voor u om dit seizoen kampioen te worden met FC Twente heel hoog na de bakel van vorig jaar? De druk bij deze club is altijd hoog. De verwachtingen zijn altijd groot, omdat het eigenlijk nou eenmaal een grote club is. Simpel zat. De extra druk komt erbij op het moment dat een club degradeert, voorbestaan, in gevaar is, etcetera, etcetera. Dat je echt moet. En dat is een andere dimensie dan mogen natuurlijk. Maar dat hoort bij deze club en ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik prima. En denkt u dat als u weer terugkomt in de Eredivisie met FC Twente, dat FC Twente ook weer een stabiele middenmotor of subtopper kan worden? Nou, de uitgangspunt is en blijft altijd op het moment dat je promoveert, dat je gaat stabiliseren. Dus dat je in het eerste jaar of 2 jaar dat je gewoon erin blijft en daar vandaan een verdere fundament legt richting stevige middenmotor of wellicht richting subtop. Maar dan praat ik echt over een termijn van 2-3 jaar. Onder uw leiding? 1 jaar nog, zeer zeker, en daarna zien we nog. Oké, goed. Dank u wel. Graag gedaan.